We gaan een Glenny Helical-nat maken. Een gelaagde knoop met twee ringen en dan een tussenstuk tussendoor. Ik vind dit soort knoop echt geweldig mooi. Normaal gesproken hou je heel weinig brede kant over en zul je eigenlijk een trui moeten dragen. Ik ga hem nu zo knopen dat ik net genoeg lengte over heb. Dus mocht je nou te weinig lengte over hebben, dan ontkom je er niet aan om een trui te dragen. Het wordt vandaag ergens rond de 30 graden, dus daar heb ik eigenlijk niet zo'n zin in. Vandaar dat we dat anders gaan oplossen. Het is een knoop die niet zomaar loskomt. Dus als hij eenmaal zit, dan zit hij ook goed. En er zitten wel wat slagen in, hoewel het allemaal vooral veel rondslagen zijn. Ik ga met mijn brede zijde, die ik aan mijn rechterkant heb, ga ik knopen. De dunne zijde, zoals ik al zei, ik heb vrij veel stof nodig. Die heb ik zo ongeveer bij, even kijken, 1, 2, 3, bij 3,5 knoop. Dus derde knoop zo ongeveer. Veel meer dan dat heb ik niet nodig hiervan. Ik ga hem straks zo aantrekken. Goed, derde knoop. Wat je doet, rechts over links, achterlangs door en weer voorlangs. Wat je nou krijgt, dat je hier tussen moet je je vinger in ieder geval houden. Ik heb zo dadelijk deze bovenste lus heb ik nodig, dus maak hem niet te strak. Oké. Zet ik achter, vervolgens maak ik weer een slag. Die komt hieronder terecht. Deze slag mag strak. Ga ik weer achterlangs. Dan krijg ik mijn laatste slag, waar ik weer een vinger tussen ga proberen te krijgen. Zo. Dus het gaat om deze lus hier en om deze lus hier. Dan ben ik hierachter. Wat ik nou ga doen is een puntje maken van de brede zijde van de das. En hier doorheen. En door deze lus heen. Blijf de dunne zijde ook een beetje vasthouden, zodat je niet je lussen kwijtraakt. Zo dadelijk komt het corrigeren in ieder geval, het stellen aan bod. Goed. Vanaf hier ga ik achterlangs. Kom ik aan de voorzijde uit. Wat ik nu ga doen is dezelfde weg die ik omhoog ben gegaan, ga ik nu ook weer omlaag. Dus, even kijken. Dit is mijn eerste lus. En dit is de, klopt wat ik zeg, dit is de tweede lus. Zo. Oké, het frommelt een klein beetje, op zich niet zo heel erg. Ik ga hem rustig aan aantrekken. Wat ik nu alvast even doe is, door de dunne zijde vast te pakken, die ik nog kan vinden, hier ergens, hierheen, in ieder geval een klein beetje aantrekken. Oké. Nou, wat ik nou wil gaan krijgen is, hier wil ik hem al wat strakker krijgen. Als ik hem aan deze kant trek, dan kan ik hem nu aan deze kant omhoog halen. Zodat de onderste lus in ieder geval al wat strakker wordt. Waardoor ik hier in ieder geval alweer wat meer ruimte krijg. Om hem naar beneden te krijgen. Deze bovenste lus wil ik graag wat verder naar boven hebben. Zo. En weer hieronder, aan deze kant wat meer aantrekken. En hier aan de achterzijde weer wat aantrekken. Dus omhoog. En de brede zijde wat omlaag krijgen. Zo. De dunne zijde vasthouden. Aansluiten een beetje twisten en draaien. En als je het leuk vindt en je krijgt het voor elkaar, dan probeer je hier nog de zigzag voor elkaar te krijgen. Zigzag. En op deze manier krijg je de helical knoop van Eric Glennie. Laat me weten wat je van deze knoop vindt. Hij is vrij lastig om uit te voeren als je dit goed voor elkaar wilt krijgen. Schroom niet om een paar keer gewoon te proberen. Dat ga ik zo dadelijk zeker ook nog een keer doen. Vind je dit leuk? Laat een reactie achter of een duim. En succes met deze knoop!